Hartelijk welkom bij de feestelijke galapremière van The Sound of Music. Hier achter mij, in het Aanval Circus Theater in Scheveningen. Eén keer gezien, maar is al een hele tijd geleden. Maar ik vind het een mooi verhaal. Het verhaal is boeiend van een non die niet kan aarden in het klooster, waarvan de moeder overste zo slim en intelligent is om haar naar een andere te zeggen, ga hier nou weg. Probeerde ze als gouvernante daar ook nog in bemiddeld, maar dan wel bij iemand op een bepaald niveau. Een adellijke meneer van Trap. Ze komt daar, ze wordt verlies. Eerst kinderen maakt ze heel gelukkig uit dat strenge regime. En dan gaat hij ook overstag. Ik vind een heel goed verhaal. Ik had ook wel die non willen worden. Willen zijn zo. Had je dat nog jammer? Zou je dat nog willen, denkt u? Ja, die non, dat ze daar met die kinderen bezig. Ja, ik ben niet zo heel handig met kinderen, ik laat ze altijd vallen. Maar om daar leuk zo'n beetje in zo'n bootje zaten, zo'n riviertje en zo, daar hou ik dan wel van. En wat is uw lievelingsnummer van Sound of Music? Edelweiss. Edelweiss, 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 oh Edelweiss, Edelweiss. Nou. Ik heb wel eens vaker gezegd, bij de Hoefnageltjes thuis, wij zijn eigenlijk een soort mengeling van The Sound of Music en Dynasty. Want het moment dat de kapitein trouwde met de gezinshulp, toen ik dat zag samen met mijn moeder in Carré in de tijd, toen vloeide er wel een traantje. En waarom vloeide er toen een traantje? Omdat mijn vader eigenlijk de rol van de kapitein had en mijn moeder die van de gezinshulp. Het lijkt mij echt niet niks als je zo auditie moet doen. Ik weet niet of ik dat had gedaan of gekund überhaupt in die tijd. Ja, misschien wel, want je doet het, maar jeetje, wat zijn die meiden echt, zeg maar, bijna een soort van door een enorme rollercoaster aan nummers, aan het instuderen, aan van alles gegaan. Ik vind dat heel knap, echt heel veel respect voor. En hoe is het voor jou om met mama mee te gaan naar de première? Heel leuk. Ja. Ja, heel erg veel zin in. Tot snel, vaarwel, ons fijn rode vaar. Een slokje wijn, dat is toch niet zo raar. Don't get start en stop je mee. Een hertje in het veld. Mie zijn noedels in Chinees. Va, je vader is een held. Sol, de Spaanse zon aan zee. De Spaanse zon aan zee. Dat zing je soms maar zo. Ja, het is fantastisch. Het is voor de eerste keer dat we samen naar een première gaan. En hoe vind je het? Helemaal fantastisch. Ja? Voor de allereerste keer? Ja, echt. Helemaal. En dat verbaast je ook helemaal niks, hè? Het is heel erg speciaal. Ten eerste, ik heb nu een hele op maat gemaakte pak. Ik ga voor het eerst over deze rode loper. En ik ga naar een hele mooie première. Waar alles goed geregeld is. En verder. Ik zie hem voor het eerst als musical. Ik heb heel vaak de film gezien. Eigenlijk ieder jaar minstens één keer. Vaak met de kleindochters die ook mee zijn vanavond. En ja, ik vind het enig. We hebben de vorige versie hebben we ook gezien. En volgens mij die daarvoor ook. Als ik me niet Ja, vergis. Maar toen waren we nog heel jong, kan ik me nog wel herinneren dan. Ja. Dus we zijn wel trouw aan The Sound of Music. Ja. We twijfelen dan tussen Do Re Mi en toch wel 16, dadelijk 17, toch? Ja, dat vind ik ook wel zo heel leuk. Nummer. Zing maar een stukje. Zullen we die zingen? Oké. 5, 6, 7, 8. Nu nog 16, dadelijk 17. Ik ben misschien naïef. Want noemt een man mij prachtig, wat dan? Dan is dat toch positief. Ja, ik heb er gewoon zin in, toch? Of niet? We zitten zelf wel in de voorbereiding van een concert volgend jaar. Ja, en er staan natuurlijk heel veel optredens Serie iedere maand drie. Gepland. Serie 3 zijn we bezig. Zijn we mee bezig. Vlieg woensdag naar Spanje toe voor de opnames van Ik Geloof in Mij. Dus we zitten nog steeds in de lift. Maar goed, ik hoop één ding, is dat we mogen blijven zingen. Dat is het allerbelangrijkste. Thank you.
toch knap dat je weer een... Als je denkt dat je The Sound of Music al kent... Nou, niet na het zien van deze productie, want het is een totaal nieuwe show. Het is gewoon wel de beleving van The Sound of Music, maar in een totaal ander gevoel. Het is verfrissend, het is jong. Waanzinnige acteurs spelen erin. William Spy, Nandi. Ik mis er nog een paar, maar het is echt een heerlijk avondje uit. Een waanzinnige voorstelling, dus ga kijken. We zijn allemaal zo begaan met deze musical. We hebben zo fijn gerepeteerd. Sommige mensen in het begin dachten, The Sound of Music, is dat niet een beetje oudbollig? Maar voor mij geldt dat helemaal niet. Ik vind het een fantastisch verhaal. Ik vind het prachtige muziek. Moeder Overste is een hele sterke rol, ook al is ze niet de hele tijd in beeld. Maar ze zegt hele wijze dingen. En Nandi als Maria is natuurlijk geweldig. En Stefan als kapitein, het is echt een heel mooi koppel. En de kinderen, ja, als zodra die opkomen, dan ben je eigenlijk toch al helemaal thuis, zou ik zeggen. Je ziet veel dansnummers, het is een prachtige decors. Het zijn de oude decors van 6 jaar geleden, maar door het ledscreen wordt het helemaal nieuw. Het is net of je in de film zit, vind ik. Dus ik ben ook heel trots op ons en op Carlien en op Stanley die ons zo goed hebben begeleid. Los van dat we gebruik maken van een ledscherm, hebben we ook gewerkt aan colorblind casting, wat ik heel belangrijk vind. En zo tof dat Stage Entertainment daar een flinke stap in maakt. Ik denk dat iedereen daar wel een grote les van kan leren. Want ja, het gaat eigenlijk niet meer om hoe je eruit ziet, maar hoe je het verhaal vertelt. En ik denk dat iedereen het verhaal kent, maar ja, het is zo mooi om iedereen bij elkaar te zien aan stage. Ja, dat is heel fijn. Wat een avond, hè? Ik kan er nog niet helemaal geloven dat het echt heeft plaatsgevonden. Maar het heeft echt plaatsgevonden. Iedereen is altijd bij alle scènes, ben je niet op het podium, zijn er mensen in de coulissen te kijken. Je voelt echt de steun van alle kanten naar dat podium, die focus naar dat podium getrokken. En dat is waanzinnig om die energie met elkaar te beleven. Jullie moeten allemaal naar The Sound of Music komen, omdat het een verhaal is wat intens raakt, wat je energie geeft, wat je stof geeft tot nadenken en je vleugels geeft als je weer naar buiten loopt.